Onze enige hulp en al onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We openen deze dienst met een tekst uit Romeinen 14, vers 7 en 8. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Weerklank 463, daarvan vers 2. Ook mooi voor de kinderen. We zingen: U bent mijn bestemming, U hebt mij gemaakt om als uw kind in voor- en tegenspoed uw liefde uit te stralen. Dit is mijn bestemming, dienen met verstand en met gevoel. Weerklank 463, daarvan het tweede vers. We luisteren deze morgen naar de heilige Torah, de wetten van de Heere, vanuit Leviticus 19. En daarna zullen we zingen uit Psalm 119, daarvan vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17, naar de heilige Torah. De Heere sprak en Hij spreekt ook deze morgen. Heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten, mijn rustdagen in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer u nu een dankoffer aan de Heere brengt, moet u dat zo brengen dat u voor hem welgevallig bent. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. Maar u moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen, want ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen, want ik ben de Heere.
U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Maar op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf, spreekt de Heere, want ik ben de Heere. Amen. De Bijbel gaan lezen en daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Zullen we met elkaar bidden om de opening van het woord door de doorwerking van de Heilige Geest. Heilige Vader, ontzagwekkende Vader, liefdevolle Vader door Jezus Christus, wij roepen u aan. Samengekomen zijn wij in deze tempel van Grootammers. Verzameld onder uw woord. De preekstoel is hoger, omdat uw woord hoger is. En boven de gemeente uittorend als het onfeilbare, gezaghebbende woord van u voor ons leven. En nu bidden wij u, Heilige Geest, stel ons vanmorgen eerbiedig onder uw woord. En wij bidden u dat wij de bereidheid opbrengen om ons onder uw woord gehoorzaam te stellen. En alles ook te beluisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Dat wij verlangen als jongeren, als kinderen, als dertigers, veertigers, ja als ouderen. Dat we verlangen om in ons leven ook u te gehoorzamen.
Heren, dat doen we vanuit onszelf niet. Vanuit onszelf dwalen wij rond in deze grote wereld met zijn vele verleidingen en genietingen. En daar is van alles te doen deze weken. U weet ervan, misschien zijn we druk bezig om nog op de valreep een vakantie te boeken. Zijn wij behept door het Europees kampioenschap? Zijn wij bezig met ons werk, met de boerderij, met het geld in onze portemonnee? Zijn wij bezig misschien wel op het internet om websites aan te klikken tot ons eigen genot? U weet wat onze zinnen streelt. U weet waar wij van genieten. En Heren, nu weten wij vanuit uw woord dat niet alle genieten verkeerd is. Maar dat u ook verlangt dat wij zullen genieten in deze wereld van uw schepping, die u goed gemaakt heeft. En Heren, wij danken u als we vanmorgen oplopen door de schepping naar uw huis. Uw schepping looft u dat u goed bent. De heldere lucht en zwerk verkondigen uw werk en prijzen uw beleid. En wij danken u dat we weer met meer mensen in de kerk mogen zijn. Dat we mogen zingen met elkaar wat we zo hebben gemist. Dat we samen kunnen bidden, elkaar kunnen zien, weten wie er met ons gelooft. En dat dat ons bemoedigt, dat we het tegen elkaar kunnen zeggen. Jij ook, jij gelooft het ook. En ik ook. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Heren, wij zijn zo vaak alleen. Op ons werk misschien wel de enige gelovige. In ons gezin of in onze familie. Als weduwe, als weduwnaar, als wees. Misschien wel alleen met ons geloof. En dan worden we bemoedigd door deze gemeenschap hier. Heren, bemoedig ons en spoor ons vanmorgen aan om de verkeerde genietingen van de wereld te laten. Dat we niet verkeerd zullen genieten of opgaan in een teveel, waardoor het juist verkeerd wordt. Dat we verslaafd raken aan machten en krachten die ons hier op aarde binden. Maar breng ons vanmorgen, Heren, tot het zicht op Jezus Christus. Dat we Hem zien in de glorie van zijn opstanding, dat we hem zien in zijn tegenwoordigheid, dat we hem zien als onze liefste, als onze meester, als onze koning, als onze heiland, bij wie een toevlucht te vinden is, bij wie geborgenheid is voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, wij danken u dat we met u, de Heer Jezus, niet alleen kunnen leven, maar ook kunnen sterven. Zijn we bang voor? Velen van ons zijn daar bang voor en denken dat zij niet kunnen sterven, want wat dan? Maar u houdt ons voor dat wie Jezus Christus lief heeft, eeuwig leven kent hier en nu, leeft in het koninkrijk hier en nu. En wat er dan ook gebeurt, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heere. Dank u wel, Heere, voor die belofte. Bemoedig ons daardoor. En als we u nog niet kennen, word ons dan vanmorgen te sterk. Overtuig ons door uw Heilige Geest. Haal ons over. Geef ons vertrouwen op Jezus Christus alleen. Zo bidden wij in de vergeving, Heren, van al onze zonden, met het oog op u, de Heer Jezus, uit genade. Amen. We zullen de Bijbel openen, gemeente, in Markus 5. Vanmorgen 3 schriftlezingen. Eerst Markus 5, daarvan de versen 35 tot en met 43.
Markus 5, daar komt Jairus, een leider van de synagoge, naar Jezus. Want zijn dochtertje is ernstig ziek en ligt op sterven. Het dochtertje van Jairus. En wij lezen dan vanaf vers 35 uit Markus 5. Markus 5, vanaf vers 35. Terwijl Jezus nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagoge, van Jairus. En die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en waarom huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten Jezus echter uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep. Want het was 12 jaar en zij waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Talita kumi. Tweede schriftlezing is Johannes 14. Johannes 14, vers 11 tot en met 14. Johannes 14, vers 11 tot en met 14. Daar spreekt Jezus tot zijn leerlingen, de discipelen, dat zij grotere dingen zullen doen. Dat is een hele belofte. Johannes 14, vanaf vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Grote dingen doen door de handen van de leerlingen. Dat zien we dan in Handelingen 9. Derde en laatste schriftlezing. Handelingen 9, vers 31 tot en met 43. Daar komt de leerling, discipel Petrus naar voren. Handelingen 9 vanaf vers 31. Hij gaat grote dingen doen. Handelingen 9 vanaf vers 31. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lida woonden.
En daar vond hij een man van wie de naam Aeneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En daar was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe. En die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. De opwekking van het dochtertje van Jairus en de opwekking van Dorcas lijken op elkaar. Petrus wekt in navolging van Jezus een dode op. Jezus zegt: Talita kumi. En Petrus verschilt met 1 letter. Hij zegt: Tabitha kumi in het Hebreeuws, Aramees. Tabitha kumi. En zo zijn er nog meer overeenkomsten. Die zullen we in de preek zien, gemeente. We staan stil bij Dorcas. Waarom nou stierf Dorcas? Waarom nou stierf Dorcas? We zullen in de preek 4 antwoorden zien. Nu eerst gaan we met elkaar zingen over Gods zorg voor het kwetsbare en voor de weduwe. Psalm 146 is de weduwe-psalm. Daarvan vers 5. Het is de Heere die het recht van de armen, van de kwetsbaren, gelden doet. Hij doet ze recht. En vers 7. Het is de Heere die met een wakend, zorgzaam oog de weduwe, de wezen en natuurlijk ook de weduwnaren ziet en beschouwt. En helpt. 146, 5 en 7 zullen we met elkaar gaan zingen. Enkele afkondigingen. De komende 2 zondagen, 4 juli en 11 juli, zijn er in de morgen 2 diensten. Om 9 uur en om 11 uur. Wij willen als kerkenraad ontdekken tijdens deze 2 zondagen... of een extra morgendienst onze gemeenteleden helpt om allemaal een keer op zondag naar de kerk te kunnen.
U kunt allemaal inschrijven voor de diensten. De wijkindeling die we eerder kenden is inmiddels losgelaten. Wel graag ook de kinderen bij het inschrijven opgeven. Jongeren hoeven zichzelf niet in te schrijven. Het is ons verlangen als kerkenraad dat alle gemeenteleden minimaal 1 keer naar de kerk zullen kunnen en natuurlijk dan ook komen. Mensen die zich al hebben opgegeven voor de dienst van volgende week om 9:30... zullen automatisch met hun opgave verschuiven naar de dienst van 9:00. Als je dit niet uitkomt om 9:00, graag even doorgeven aan de scriba. Volgende week zondag, 4 juli, hoop ik zelf om 9:00 en 11:00 voor te gaan. Om 9:00 is er dan de bediening van de heilige doop. En die dienst van 9:00 zal ook online worden uitgezonden. De dienst van 11:00 niet. In de avonddienst gaat voor dominee E. van den Noord uit Nijkerk. In verband met de doopdienst volgende week zondag om 9:00... zal er komende donderdag 1 juli om 8:00... doopaangifte, doopgesprek zijn. De collecten zijn voor de kerk en voor het onderhoudsfonds van de gebouwen. Bij de uitgang staat een collectemand voor de beide collecten. Van harte bij u aanbevolen om uw liefdegave te geven. Dorcas gaf haar liefdegave. Beroepingswerk. Aan de gemeente maak ik bekend dat ik afgelopen vrijdag 25 juni heb bedankt voor het beroep uit de hervormde gemeente van Emst. Op dit moment heb ik de roepstemmen uit Capelle aan de IJssel en Katwijk aan Zee in overweging, in gebed. Ik wil u maar om gebed vragen, bid u mee voor ons. We zullen nu met elkaar gaan zingen, gemeente, vanuit Psalm 146, daarvan vers 5 en 7.
Naar de verkondiging Psalm 147, daarvan vers 2. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart, hun verdriet. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En ook vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 2 en 6 na de preek. Vanuit Handelingen 9 vers 36 tot en met 43 over Dorcas. Waarom nou stierf Dorcas? Geroepen gemeente van Christus. Beste jongens en meisjes, ik wil jullie een verhaal vertellen over de priester Damiaan. De priester Damiaan, nou die ken je vast niet, daarom ga ik er iets over vertellen. Damiaan was een priester in België en hij leefde in 1800. 1840 tot 1889. Hij is heel bekend geworden vanwege zijn werk onder mensen die een ernstig besmettelijke ziekte hebben. De ziekte lepra. Een ernstige ziekte die je huid beschadigt en die je zenuwen beschadigt. Priester Damiaan koos er niet voor om in een klooster te gaan studeren. Hij koos ervoor om naar die mensen toe te gaan die apart leefden van alle andere mensen op een eiland op Hawaii, ver weg. Die ernstig zieke mensen, die hadden niemand die voor hen zorgde, die om hen gaf. Zij werden apart gezet als groep. Ze kregen wel eten en drinken, wat kleding, maar dat was het dan ook wel. Medicijnen kregen ze niet, hulpmiddelen niet, en hoe ze woonden, dat moesten ze zelf maar zien. Ze hadden zelfs geen priester of dominee die hen kon vertellen over Jezus. En toen deed priester Damiaan iets heel bijzonders. Met gevaar voor eigen leven, want hij zou zelf besmet kunnen worden, ging hij naar dat eiland toe met al die zieke mensen, die lepra-leiders. Dat waren er meer dan 800. En hij ging daar goede werken doen. Hij koos ervoor niet thuis te blijven, maar naar die arme mensen toe te gaan. En hij deed niet alleen zijn werk als priester, hij was ook een soort timmerman. Hij begon te bouwen en te timmeren voor die mensen. Hij was ook een dokter. Hij begon hen medicijnen te geven. Hun wonden begon hij te verbinden. Hij was ook een begrafenisondernemer. Damiaan zelf, hoogstpersoonlijk, begon de graven te graven, de doodskisten te timmeren. En de komst van priester Damiaan zorgde voor een hele verandering onder die mensen. Het bracht de hoop terug op dat eiland. Er kwam weer hoop onder die zieke mensen. Er werden huizen gebouwd. De energie kwam terug. Er kwam een school, een dorp. De hygiëne verbeterde. En het christelijk geloof ontstond. Er gingen mensen in de Heer Jezus geloven. En mensen werden in hun ellendige ziekte, die lepra, ineens het eigendom van Jezus Christus. En wat wil je nog meer? Maar toen gebeurde het. In 1884 werd de priester zelf ziek. Hij kreeg lepra. Hij werd besmet. En de eerste jaren werd hij nog ondersteund, maar toen gebeurde het. De priester stierf.
De man die zulk goed werk deed. Zo'n man die zichzelf wegschonk en opofferde met liefdesdaden, liefdeswerken voor die zieke mensen. Waarom nou stierf priester Damiaan? Waarom nou net Damiaan? Die man zou nog zoveel kunnen betekenen voor Gods koninkrijk. Waarom nou? Ja, gemeente, dat zijn de moeilijke vragen van het leven. De rauwe stukken van het leven. Als het leven anders gaat, als dat wij willen. Misschien heeft u het zelf al eens meegemaakt in de eigen familiekring of vriendenkring. Of in de omgeving van de kerkelijke gemeenschap. Dat een geliefde vrouw, een geliefde man, misschien een dochter of een zoon wegviel, werd weggenomen door een ziekte, een virus, een bacterie of ineens door een hartaanval. Iemand die zoveel betekenis voor je had, waarom nou? Heere God, zomaar ziek, weggevallen, weggenomen. Zelf denk ik dan aan die begrafenis van een jonge moeder waar ik bij was. Ik hoor het kind nog krijzen. Toen we de begraafplaats opgingen met die hele lange, lange stoet. Haar jongste zoontje. De kinderen rondom het graf. Vader erbij en de kist van moeder in het midden. Veel verdriet was er. Een moeder weggenomen. Waarom nou? Dat is wat. En zeker als iemand dan in de kracht van zijn leven is of haar leven is. En een belangrijke rol heeft gespeeld in de kerkelijke gemeenschap of een ander soort gemeenschap. Dat velen worden geraakt. Dan doet het extra zeer. Daarmee, gemeente, komen we aan bij Dorcas in ons Bijbelgedeelte. Zij stierf als een moeder van de christelijke gemeente te Joppe. Een moeder in Israël. Wij weten dan niet of dat zij echt ook kinderen had. Of dat zij getrouwd was. Dat staat niet gegeven in de tekst. Maar een moeder voor al die weduwen, al die kwetsbaren in de gemeente. Wie is Dorcas? Laten we daar eens op inzoomen, gemeente. Onze tekst zegt over Dorcas in vers 36 dat zij in Joppe woonde. De oude havenstad in Israël aan de kant van de Middellandse Zee waar vandaag Tel Aviv, Jaffa, ligt. Jaffa is een andere naam voor het oude Joppe. Het bestaat nog steeds, Joppe. Het heet nu Jaffa. En daar in dat Israëlitische dorp, die oude havenstad is het eigenlijk, daar is veel beweging, want daar komen de heidenen van over de Middellandse Zee aanvaren en zij varen weer weg. Dat is een half heidense stad daar in Joppe. En daar is een christelijke gemeente ontstaan. Door de vervolging van de christenen in Jeruzalem zijn de christenen als zaadjes uitgestrooid over het land. En zo is er ook een christelijk zaadje gestrooid in Joppe en er is een christelijke gemeente ontkiemd. Messias belijdende Joden, zo noemen we ze vandaag. En ook Dorcas, zegt vers 36, was een zekere discipelin. Dat is de enige keer in de Bijbel, gemeente, dames, dat er de vrouwelijke vorm voor discipel wordt gebruikt. Discipelin. Dat is de enige keer hier in de schrift. Een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, dat is Aramees, de volkstaal in Israël die Jezus sprak. En Tabitha betekent in het Grieks Dorcas. Tabitha, Dorcas, betekent hetzelfde. Het betekent gazelle. En dan bedoelen we niet de fiets, het merk, maar het dier, gazelle. Jongens en meisjes, weten jullie wat een gazelle is? Wie weet er wat een gazelle is? Andere vraag stellen, weet je wat een antiloop is?
Antilopen? Ja? Jij weet het. Zijn een soort reeën? Ja. Ja, klopt. Ja. Heel goed gezien. Hè? Het zijn een soort reeën, jonge herten. Hè? Dus ze hebben een wat rossige vacht. Met hele ranke, smalle poten. Ze hebben vaak een witte onderkant. Gekromde horens op het hoofd. En vooral, ze zijn niet alleen mooi als dier, maar ze zijn ook snel. Een gazelle hoort bij de familie van antilopen. Die kunnen een snelheid bereiken van wel bijna 100 kilometer per uur. Het dier gazelle blinkt uit vanwege zijn schoonheid en pracht. Het is een prachtig dier, je moet er eens op googlen. En ook blinkt het uit vanwege zijn snelheid. En om die twee gaat het even. Want dat zijn twee beelden in de Bijbel die terugkomen. Als het gaat om de gazelle. In Hooglied gemeente wordt de bruid, de liefste, vergeleken met een gazelle. Hooglied 2, vers 9. Mijn liefste lijkt op een gazelle zo mooi. Ze lijkt op een tabita. En Hooglied 8, vers 14. Kom haastig, mijn liefste, en wees als een gazelle zo snel. Als een Dorcas zo snel. Dat vertel ik allemaal even, gemeente, want dan zien we iets van de identiteit van Dorcas. Zij is een lieveling, de liefste in de gemeente. Een lieve vrouw, een zielsgoed mens. En ze is ook een snelle, als een gazelle. Zo gaat ze door de gemeente. Ze opent haar hand voor de armen. De weduwe, de kwetsbare mens. Ja, haar handen, gemeente, zijn haar gaven. Door God gegeven aan de gemeente ter bemoediging, ter vertroosting. En ze zijn zo snel, die handen, zo werkzaam, die handen. Met naald en draad is Dorcas de allervlugste. Je hoeft haar maar een bol met draad te geven en daar gaat de naald. Ze borduurt, ze breidt, ze haakt, ze zit aan het spinnenwiel. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. Het spinnenwiel staat maar niet stil, haar handen liggen nooit stil. Die vrouwen heb je, hè, in de gemeente, die moeders heb je. Waar de handen nooit van stil liggen. Eerlijk is eerlijk, ik denk een beetje aan mijn eigen moeder, gemeente. Van jongs af aan ben ik al een soort naar die handen van mijn moeder aan het kijken. Want als we dan aan het koffiedrinken waren bij de keukentafel, dan zag ik, als die handen op de tafel lagen, dat ze nooit stil lagen. Op de een of andere manier zat er altijd beweging in. En ik zei dan wel eens als kind, mama, hou uw handen toch eens stil. Maar dat kon ze niet goed. Die handen die waren altijd in de weer. Nou, misschien jouw handen ook wel, uw handen. Zo was Dorcas. Een zekere discipelin met haar handen die maar borduurden en haakten voor die arme weduwen. Ze was een gave van de Heilige Geest voor die weduwen. Haar natuurlijke handen, gemeente, waren door de Geest geheiligd. Geestelijke handen geworden. Zo heiligt de Heilige Geest de natuurlijke gaven. En haar handen zijn volgemaakt, zegt het Bijbelgedeelte, vers 36 einde, met goede werken en liefdesgaven. Ze gaf aalmoezen, donaties, giften. En niet om invloed te krijgen in de gemeente of aanzien, zoals Ananias en Safira, maar omdat ze bewogen was met die zwakke, kwetsbare mensen. Goede werken deed ze, gemeente, zegt einde vers 36. En dat betekent dat zijn werken ter ere van de Here in gehoorzaamheid aan de Torah, de wet van God. En in de Torah, gemeente, heeft God een bijzondere zorg voor de weduwen.
Dat zien we in Exodus 22, vers 22. Daar zegt de Heere dat we geen enkele weduwe mogen onderdrukken. En de oproep van de Heere in de Torah is: zie toch de weduwe en help haar. Wees haar nabij. Laat op het veld achterblijven van de oogst voor de weduwe. En dat zien we in die geschiedenis van weduwe Rut, hè? Dat zij van de achterblijvende oogst opraapt. En zo komt Dorcas, gemeente, tegemoet aan Gods wetten. Ze zorgt voor de weduwen. Dorcas is als een Christus voor hen. Barmhartig, gemeente, dat ze is. Geraakt door hun armoede komen haar naald en draad en haar spinnenwiel in beweging. En ze verzet zich stil in haar kamer tegen de armoede. Nou, dat is de Heilige Geest, hè? Die wekt barmhartigheid op in harten van Gods kinderen. Dat zij zich in een stil verzet weren tegen de armoede in de wereld. Tegen de verdrukking en het onrecht. Dat is de Heilige Geest. En jongens en meisjes, als we Dorcas even op de voet volgen, dan zien we haar gaan kriskras door die oude havenstad Joppe. En we zien haar bij de ene deur een kledingstuk overhandigen. En daar een rok. En de volgende weduwe krijgt een paar gestopte sokken toegestopt. En overal staan die weduwen met de deurklink in de hand. En ze staan Dorcas uit te zwaaien. Bedankt hoor. Bedankt. Wat fijn dat je aan me dacht. Want mijn oude kleding was versleten en je hebt aan me gedacht. Dorcas, ze geeft iets om het lijf. Ze denkt aan die lichamen die koud kunnen worden. Dorcas, Dorcas. En die vrouwen die zeggen het tegen elkaar. Moet je horen, Dorcas is geweest. En moet je eens kijken, ik heb een nieuwe jas gekregen. Oh, wat ben ik blij. En zo hangt er een sfeer van blijdschap vanwege Dorcas onder die weduwen in de gemeente. Maar dan, gemeente, dan slaat ineens de sfeer om. Heb jij het ook gehoord? Ja, wat? Dorcas is ziek. Erg ziek. En een paar dagen later klinkt het al door de gemeente. Door de weduwen en hun huizen heen. Dorcas is overleden. Zo, dat is snel gegaan. Ja, heel snel. Heel snel. Te snel. Verslagenheid heerst. Joppe huilt. Waarom nou juist zij? Waarom nou stierf Dorcas? Ze betekende zoveel voor de gemeente. Ze had nog veel meer kunnen betekenen voor Gods kerk. Waarom nou juist zij die steunpilaar voor de zwakkeren? Gemeente, het is een diep menselijke geschiedenis die ons wordt getekend. Het raakt aan ons verdriet over geliefden. Wij herkennen de roep. Waarom nou juist zij of hij? Waarom nou stierf priester Damiaan? Dorcas, die of die in mijn leven. Zij of hij had nog zoveel kunnen betekenen voor Gods koninkrijk. Dat zijn dan de grote vragen, gemeente, van het lijden. En hoe verhoudt zich dat dan tot Gods goedheid? Als God dan goed is, waarom dan al dat lijden? Daar wordt al eeuwenlang over nagedacht, gemeente. Over die verhouding van Gods goedheid tot het lijden. Het hele boek Job gaat daarover, denk ik. Eeuwenlang zijn mensen al met dat thema in de weer. Gods goedheid en het intense lijden hier. Waarom nou? En eerlijk is eerlijk, er zijn geen pasklare antwoorden op te geven. Gemeente, u moet beseffen dat er ook raadsels in het leven zijn. Raadsels, hè, waarmee wij tenslotte zullen sterven.
Wij zullen de bereidheid moeten opbrengen als christenen om niet overal antwoord op te vinden en op te geven, maar te leven met de raadsels in ons hart. Het raadsel van het lijden, van de teleurstelling, van het verdriet, van dit leven dat soms werkelijk ook echt een tranendal is. En verder, gemeente, moeten wij ons door het lijden heen puzzelen met stukjes van antwoorden die vaak niet voldoen, die vaak scheuren en storen, maar toch stukjes van antwoorden krijgen we. Maar het zou kunnen dat we onvoldaan blijven, niet tevreden zijn met die antwoorden. En je moet ook voorzichtig zijn en pastoraal, herderlijk. Als die vraag klinkt, waarom nou stierf die of die? Je kunt zomaar iemand beschadigen als je te snel met grote woorden aankomt immers. Of te snel met vrome woorden. En toch, gemeente, zien wij in deze geschiedenis van Dorcas 4 antwoorden, denk ik, in de tekst. Waarom zij nou stierf? Ik loop ze met u langs. 4 antwoorden. Als eerste zien we dat God in deze geschiedenis door het sterven van Dorcas de persoon van Petrus voor het voetlicht brengt. De geschiedenisgemeente gaat eigenlijk over Petrus. En dat is de verrassing van dit gedeelte. Het gaat eigenlijk over Petrus. In de opwekking van Dorcas gaat het om de gezagspositie van Petrus binnen die eerste christengemeente. U moet zich natuurlijk voorstellen dat die apostelen in die eerste christentijd hun gezag moesten verdienen. Moesten verkrijgen. Natuurlijk had Christus het wel gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Christus had hem de opdracht meegegeven, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Maar voor de omgeving, voor de mensen, moest Petrus nog het gezag ontvangen. En daarom wordt hier, achter de naam van Petrus, de opstanding van Dorcas geschreven door de Heilige Geest. En daarmee blijkt de vooraanstaande rol van Petrus in de vroege christengemeente. En Petrus lijkt ook een beetje op Christus in dit gedeelte. Er zijn heel veel overeenkomsten, ik zei het al, tussen die geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus en deze geschiedenis. Aantal overeenkomsten, ik noem er een paar. De 12-jarige dochter lag op bed. En ook hier ligt Dorcas in de bovenzaal op bed. Het huis van Jairus wacht met smart op Jezus' komst. En hier zien we dat Petrus onmiddellijk komen moet. In het huis van Jairus stuurde Jezus een ieder weg. Hij nam alleen vader en moeder en Petrus, die dat dus gezien heeft, Jacobus en Johannes mee naar binnen. En dan buiten het beeld van de camera's gebeurt het opstandingswonder. En zo gebeurt het ook hier in Handelingen 9. En Jezus zei, terwijl hij dat 12-jarige meisje opwekte, Talita, kumi, meisje, sta op. En met 1 letterverschil zegt hier Petrus, Tabita, kumi. Het kan toch niet anders, gemeente, of dat Petrus aan Jezus heeft gedacht bij dat dochtertje van Jairus. Gazelle, sta op. En Jezus pakt de hand van het meisje en Petrus pakt de hand van deze vrouw. Petrus doet in alles Jezus na, gaat in zijn spoor, allemaal bijzondere overeenkomsten. Het laat wel zien, gemeente, dat Petrus een leidende plek heeft gekregen in die eerste christengemeente van de Heilige Geest. Als mensen nog twijfelden aan het gezag van Petrus in die eerste christentijd, dan zijn die twijfels nu wel overwonnen. Dat is het eerste. Waarom Dorcas stierf. Tweede antwoord waarom Dorcas stierf.
meen ik te zien dat God door het sterven van Dorcas heen de zorg laat zien voor weduwen. Let op de weduwen, gemeente. Ze worden genoemd, twee keer maar liefst, in vers 39 en in vers 41. En wij zien daar die huilende vrouwen die de rokken tonen, de shirts, de jassen die Dorcas heeft gebreid of gehaakt. Het laat iets zien van hoe belangrijk in de gemeente ook de zorg is voor weduwen, armen, kwetsbaren. Dorcas, gemeente, heeft in haar leven het verschil gemaakt. En dat laat in die kledingstukken zien. En dat stelt ons wel de vraag vanmorgen, hoe wil jij nou dat er over jou gesproken wordt na jouw sterven? Wil jij ook het verschil gemaakt hebben? Wil jij dat jouw leven betekenis heeft geweest? Heeft gehad en van betekenis is geweest. Wat wil je dat de mensen over jou zeggen? Moet je zelf over nadenken. Wat wil ik dat de mensen over mij zeggen als ik gestorven ben? Neem die vraag eens mee vanmorgen. Wil ik het verschil gemaakt hebben? En ik denk, we hoeven vandaag misschien geen kleding te brengen bij de weduwen in onze gemeente. We zijn wat dat betreft ook rijk geworden in het Westen. We hebben veel spullen. Maar hebben we tijd? Maken wij tijd voor weduwen, weduwnaren, wezen in de gemeente? Daaruit zal de kracht van de christelijke gemeente blijken. Want de zwakke Achilleshiel van de christelijke gemeente blijkt vaak in het te weinig omzien naar deze kwetsbare groep die voor God zo belangrijk is. De weduwen, weduwnaren en wezen. Dorcas had die weduwen in beeld. De liefdevolle weduwen, de gezellige weduwen waar je graag op de koffie komt. Maar ook die zeurderige weduwe die vaak klaagt en die niet zo snel dankbaar is. Want niet alle oude mensen zijn snel dankbaar, gemeente. Maar Dorcas zweeg in liefde over dat gedrag. En vanuit zelfverloochening was ze een zekere discipelin van Christus en gaf ze in liefde. Jij ook een jas. In de hoop dat de kritiek bij die weduwen zou smelten voor Christus. Dorcas, gemeente, haar hele leven is een offer. Ik dacht ook bij Dorcas aan moeder Teresa, die in 1997 stierf en goed werk heeft gedaan onder de allerarmsten in India, in die miljoenenstad Calcutta, waar talloze zwervende kinderen zijn, hongerigen, zieken. Moeder Teresa besloot zich aan die allerarmsten toe te wijden. Ze verliet het klooster en zette initiatieven op voor die allerarmsten. En dat leidde tot succes. Nog steeds praten mensen in deze wereld over moeder Teresa. Het laat zien, gemeente, hoe belangrijk de zorg is voor kwetsbaren. Hoe een verschil het kan maken. En ik zit wel eens te denken, hè. Dat is maar gedachte van mij dan. Hoe kunnen nu jongeren in onze gemeente van betekenis zijn voor de ouderen, weduwnaren, weduwen en wezen? Trouwens, niet alleen voor ouderen, want er zijn ook jongere weduwen, weduwnaren, ook in de gemeente. Hoe kunnen jongeren daar nu iets voor betekenen? Maar eigenlijk iedereen. Maar ik dacht, hè, jonge mensen, als je meeluistert, meekijkt, zou het niet wat zijn, hè? Als je als jeugdclub 1, 2, 3 keer per jaar met 2 of 3 jongeren bij weduwen of weduwnaren de kerkdienst gaat meekijken, meeluisteren. En daarna samen erover gaat praten. Om zo met elkaar een moment te hebben, met elkaar ook te spreken over het geloof, dat biedt dan ook gelijk een mogelijkheid. Dat zo ook jongeren en ouderen met elkaar in verbinding zijn over het geloof.
Wat zullen weduwen en weduwnaren dat doorgaans fijn vinden? Overweeg het eens, ook als leiding van het jeugdwerk. Als derde antwoord op de vraag waarom Dorcas nou stierf, geeft God zelf antwoord in dit gedeelte. Door Dorcas niet alleen in haar sterven te laten, maar ook haar op te wekken uit de dood. En daarmee geeft God aan Christus de eer. Ik denk, gemeente, dat Dorcas stierf zodat God kon bewijzen dat er in de naam van Jezus opstanding mogelijk is. Calvijn zegt, het voornaamste doel was van deze opstanding dat de heerlijkheid van Christus groot gemaakt zou worden. Dat zijn heerlijkheid geopenbaard zou worden. Calvijn zegt daarbij, God had Dorcas natuurlijk nog langer in het leven kunnen sparen. Maar om die discipelen in Joppe te versterken, laat hij Dorcas eerst sterven om haar daarna vervolgens op te wekken, zodat zij zouden zien dat Christus alle macht heeft en de bewerker is van alle leven, dat hij de opstanding is en het leven. Het is natuurlijk hier een handeling van de apostel Petrus, handelingen van de apostelen, maar ten diepste is het een handeling van Christus zelf aan Dorcas. En dat komt ook tot uiting in ons gedeelte trouwens, want Petrus, gemeente, knielt in vers 40 en hij bidt. Het is dus niet door zijn eigen toverkracht dat hij Dorcas opwekt uit de dood, maar hij knielt en hij ligt met zijn gebed aan de voeten van de Heer Jezus. Het is Christus' opstandingskracht die hier Dorcas opwekt uit de dood. En zo ontvangt die kwetsbare Joppe-gemeente een steuntje in de rug. Wat een godsbewijs. Christus leeft en is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En nog steeds gaat hij door om mensen op te wekken uit de dood. Er ligt kracht, wonderbare kracht in Jezus Christus. En dat is niet alleen toen, gemeente, dat is vandaag nog steeds. Christus zit nog als dezelfde aan de rechterhand van de Vader. En zijn kracht, opstandingskracht, blijkt in mensen die genezen worden in deze wereld. Er vinden nog steeds wonderen plaats. Ook worden mensen soms bij de rand van de dood weggehaald. Ik moet denken aan die moeder die zei, ik dacht dat mijn baby gestorven was. Maar na weken in de couveuse te hebben gelegen, heb ik haar levend van de Heere teruggekregen. God doet wonderen. Ook als mensen uit hun gebroken leven opstaan, uit hun twijfels opstaan, worden vernieuwd, worden aangespoord om Christus te dienen. Als hun schuld wordt vergeven, als ze uit de geestelijke dood worden opgewekt, dat is alleen maar mogelijk door de opstandingskracht van Christus. En wat zou het zijn, gemeente, als u vanmorgen dit kerkgebouw verlaat met de energie van Christus in uw ziel, dat u zegt, ik ben weer aangespoord om Christus de levende te volgen. Want ik heb gemerkt dat zijn kracht aanwezig is in de eredienst, door de verkondiging door mijn leven heen stroomt en ik verlang ook om Christus daadkrachtig te volgen. De afgelopen tijd ging ik achteruit in het geloof. Heeft ook met die hele corona te maken. Maar nu ben ik weer aangevuurd. Ik zal met lof in het huis des Heren gaan. Zondag en zondag. Om daar samen met de gemeente Gods grote naam te danken. Kijk, dat verlangen, gemeente, komt voort uit de opstandingskracht van Christus. En bedenk ook dat dit gedeelte ons zegt dat als Dorcas kan worden opgewekt uit de dood, dan kan dat ook bij u en bij jou. Want wij zullen allemaal eens sterven. Wanneer weten we niet. Maar wat dan? Wat daarna? Ben je bang voor de dood?
Ben je bang misschien ook voor de hel? Voor de doem? Die mensen zijn er. En het zijn er meer dan je denkt. Ze zitten niet eens altijd in de kerk. Die zijn bang voor de dood. Maar waarom? Zie op Jezus Christus. Hij is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven. Ook al was hij of zij gestorven. Zie op de kracht die er ligt in Jezus Christus, gemeente. Er is hoop in hem. Je hoeft voor de hel niet bang te zijn als je zegt in je leven dat de Heer Jezus Christus je liefste is. Vlucht als een gazelle zo snel naar Christus en wordt geborgen voor tijd en eeuwigheid. Waarom zouden wij nog aarzelen? Waarom zouden we nog twijfelen? Als vierde en laatste antwoord waarom Dorcas stierf, gemeente, lees ik vers 42. Leest u mee? Daar staat in vers 42. En dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Here. Dat is dus ook het doel van de opstanding van Dorcas. Hè? Dat velen tot geloof komen in die havenstad Joppe. Dat is ook Gods doel vandaag. Hè? Dat het koninkrijk zich zal uitbreiden. Dat velen tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Velen vertrouwden zich in Joppe toe aan de Heer Jezus. He, dat betekent dus, zij beleden hun zonden, keerden zich af van geld, van seks, van afgoden, van macht. Wilden alleen een goede vorm van geld, seks of leven in deze wereld. En zij verlangden zich met al hun spullen en goed onder Jezus Christus te stellen. En zo komen zij tot geestelijk leven. En rondom Dorcas, gemeente, borrelt het van leven. Door haar naald en draad kwamen er al mensen, weduwen, tot geloof. En nu ook al door haar opstanding. Het zijn er velen. En dat is het doel van Christus, dat wij ons toevertrouwen aan hem. Dat doen we niet zo snel. Wij hebben een hechtingsprobleem als het gaat om God. Wij willen niet aan hem toevertrouwen. Wij vertrouwen maar slecht. Wij zijn slechte vertrouwers. We willen zelf controle, zelf in de hand houden, zelf vasthouden. En daarom zijn we ook zo snel weer lauw. En gaan we achteruit in het geloof, omdat we het zelf willen doen. Maar het is zo belangrijk om stuur het handen te geven. En te zien op Jezus Christus alleen. Vertrouwen op hem is zien op Jezus. Misschien is je vertrouwen weggezakt, joh. Kom dan vanmorgen opnieuw tot Christus. In het zien op hem krijg je er weer vertrouwen in. Sta op uit je slapheid. Uit je lauwheid. Uit je slechtigheid. Vertrouw op de Here. Gemeente, ik sluit af. U heeft veel gehoord. Ik vat het nog even samen. Want u zegt misschien, welke vier waren het nu ook alweer? Welke vier waren het nu ook alweer? Ik denk, vier redenen waarom nou stierf Dorcas. 1. God bevestigt hiermee de gezagspositie van Petrus. 2. God laat zijn bijzondere zorg zien voor weduwen. 3. God openbaart hiermee de heerlijkheid van Christus, de opgestane. En 4. God wil dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. En velen geloofden in Joppe, ook in Grootammers. Zijn er hier ook velen die geloven? Ik zou bijna zeggen, gemeente, geef eens antwoord. Zijn er hier ook velen die geloven in de opgestane? Ja. Mooi. Maar is er dan maar één?
Zijn er hier velen die geloven in de Heer Jezus? Ja. Zijn er dan twee? Zijn er maar twee rechtvaardigen? Zijn er hier velen die geloven in de Heer Jezus Christus, de opgestane? Kom gemeente, zeg toch ja. Ja, amen. Amen. Thank you.
We zullen de Heere gaan danken en ook voorbeden doen. Wij danken met echtpaar Barten Zwijnenburg, Molenkade 5 uit Goudriaan. Zij mochten gisteren 26 juni gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Wij bidden voor de heer Jan van Arkel, Meeuwelaan 2. Hij is thuis. Wij bidden voor mevrouw van Loon Bouter, die nog in het gasthuis verblijft. Zij heeft intussen ook nog een hersenbloeding gehad. Wij zullen met elkaar ook bidden voor jongeren. Wij bidden ook voor de stichting Dorcas en allen die zich inzetten, ook voor de kringloopwinkels en dergelijke. Zullen we met elkaar de Heere danken en bidden. Heere, u verlangt ernaar dat wij als het ware elke dag weer belijdenis doen. Dat we elke dag weer ja tegen u zeggen. Haal het uit onze mond, Heere. We zijn het misschien niet zo gewend. Leg ons telkens weer het ja voor u op de lippen. Word ons te sterk, Heere. Haal ons over naar uw kant. Laat ons leven in uw koninkrijk. En geef ons levend in uw koninkrijk ook een barmhartig oog en hart. Dat we de weduwen zien, de weduwnaren, de wezen. Dat we niet opgaan in ons eigen welvarende leventje en af en toe nog wat overmaken naar kerk of diaconie. Met geld kunnen we onze zaligheid toch niet afkopen. Heere, geef ons oog voor het kwetsbare. Door te groeten, door tijd te geven. Door een kaart te sturen. Door aandacht te hebben voor hen die rouw dragen in hun harten. Door daar eens naar te vragen. Heere, zegen allen die gebroken zijn in dit leven. Die leven met grote vragen als waarom nou? Al dat lijden, al dat verdriet. Hoe moet het nou? Hoe moet ik nou verder? Heere, help. Ontferm u zich over die arme vogels, over ons allen. Want wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, hebben te maken met dezelfde gebreken en tekortkomingen. Heren, wij bidden u voor Stichting Dorcas. En allen die zich daarvoor inzetten, om in te zamelen, om uit te delen, te verkopen. Zegen kringloopwinkels. Zegen al die middelen die worden aangewend voor andere landen waar armen zijn. Zegen diaconaal werk in onze gemeente op vele gebieden. Deze dienst is toch ook een beetje een diaconale dienst, Heere. Zet ons op uw spoor om uit te gaan. Zend ons in onze eigen omgeving met een open oog en oor. Heren, wij bidden u voor jonge mensen in onze gemeente. Die de coronatijd lastig vonden en nu kampen met de gevolgen. Irritaties wellicht. Depressie, burn-out of gewoon een dip. Help jongeren daardoorheen. Ook in gezinnen, als zij soms in de puberteit leven, kan het lastig zijn. Ook in de relatie tot ouders. Jonge mensen weten soms niet wie ze zelf zijn. En papa en mama soms ook niet. Heere, help in gezinnen door. Herstel. Geef healing, hechting, genezing. Wij danken u met echtpaar Barten. Heere, wij danken u dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Mocht gisteren vanaf de molen worden verkondigd. Uw trouw voor hen hoog in top. U bent goed voor hen geweest. Wij roemen u en prijzen u. Zegen hen tezamen met hun kinderen, hun nageslacht. Breng tot geloof. Spoor aan om tot Christus te gaan als men is afgedwaald. Geef hen het leven met u. Heren, wij bidden u voor Jan van Arkel. Berg zijn ziel in uw schoot
voor tijd en eeuwigheid. Dat Jan niet bang hoeft te zijn, maar vrij mag zijn in Christus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. We bidden nu voor mevrouw van Loon. Sterk haar. In haar moeilijke gang. U weet wat zij nodig heeft. En u heeft het beloofd te voorzien in alles wat wij nodig hebben. Wij danken u voor deze dienst. Werk door met uw Heilige Geest in onze harten. Moedig ons aan belijdenis te doen als we dat nog niet hebben gedaan. Vorm uw gemeente meer en meer naar uw beeld, Heer Jezus. Zegen ons deze dag, onze allerkleinste die we ophalen bij de kres. Geef een ieder te leven met de Heer Jezus. Uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot Psalm 68, daarvan vers 10. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zoals bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat zien we bij Dorcas. Dat kan de Heere nog en doet hij nog. 68, daarvan vers 10. Thank you.
Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede deze nieuwe week in onder de zegen van Christus die op u en jou zal worden gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.